otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Een hele goede avond. Geen goede morgen, maar een hele goede avond. Iedereen is vandaag de hele dag druk bezig geweest met poetsen, boenen, opruimen. Boenen en poetsen, opruimen, schoonmaken. En opruimen en boenen en poetsen. Weet je wat ze zeggen echt op z'n Holland? Nou. Niet lullen, maar poetsen. Ja. Valt het een beetje op, mensen, dat het iets opgeruimder is? Hou nou eens op. Kijk, en wat misschien ook wel even anders is, ik weet niet of jullie dat opvallen, maar hier zat voorheen een frame in het raam. Raamstruik. Een houten frame. En nu, ja, je ziet misschien niet eens dat er een raam in zit, maar dus hier zit het kozijn. En hier zit dus een raam in en daar zat dus ook een frame in. En dat frame, dat is er dus nu uit. En nu lijkt het, of tenminste het oogt nu veel groter en ruimer, hè? Vind je niet? Ja. Ja. Maar er zit een raam in, ja. Maar je ziet wel hoe strak die klap is, hè? Oh, ja, daar wou ik nog even bij vertellen, dat je hem hebt schoongemaakt. Ja, hij is heel mooi geworden. Hij is super. We zijn net even naar de supermarkt geweest, want we gaan vanavond taco's eten. We hebben paprika, we hebben de sla. Eigenlijk zou ik koken, maar Demi die denkt we... Ik ga gewoon vast beginnen. Ik heb honger. Lekker knoflooksausje erbij. Een paar tomaatjes. Nou, we moeten een beetje opschieten, want straks gaan we namelijk blijven op Facebook. Want dan gaan we weer de nieuwe dingen laten zien, dus... Is dat zo? Tijd aan gebonden, hè? Oh, dat wist ik niet eens. Om 8 uur. Oké. Okay. En we hebben 1000 gram of 1 kilo gehakt. Is dit nou biologisch gehakt? Ja. Of is het gemasseerd gehakt? Allebei. Oh. Nou, dat is wel top dan, hè? Nou, vond ik wel. Ja, ken je dat niet? Nee. Nee, ik ook niet. Dat wordt eerst gemasseerd voordat het in een bakje komt in de winkel. Ja, of die gehakt komt van een varken, toch? Of zeg ik dat nou verkeerd? Run. Het kan run en varken. Je hebt half om half. Ga jij nou doen, Wappo? Dan spijken ze zich met rust. Of maar... je hebt alleen varkjes gehakt. Ja, is het nou van een varken, Deem? Jij weet het. Jij hebt in de slagen gewerkt. Oh nee, want het staat niet op de verpakking, dus dat weet je dan. Als je ik heb nog niet naar de verpakking gekeken. Nee, oh, hierzo. Rund. Dus dat is van een stierkoe-achtig. Toch? Ja, van een buffel is het. Stierkoe. Stierkoe. Nee, dat is inderdaad, dan wordt de koe wordt eerst gemasseerd en dan wordt hij geslacht. Oké. Okay. Dus dan is hij wat meer ontspannen. Oké. Okay. Snap je? Nee. Snap je? Nee. Snap je? Ik wil eigenlijk de mensen toch nog even bewijzen dat er echt een raam in zit. En dan kan ik alleen maar... Dat vindt hij mooi, hè? Echt een Sjaak. Dus dan kun je echt zien dat het echt een raam is, hè? Wat een Sjaak, hè? Jezus. Terwijl Demi aan het koken is, ga ik voor jullie even een paar mooie slow-mo shots maken van hoe Demi deze lekkere taco gaat voorbereiden. Voilà. Dinner is served. Wauwawiwa. Wauwawiwa. Nou, het ziet er goed uit. Taco is Mexicaans, hè? Nee. Ik zou ook echt niet weten. Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Taco time. Mexican. Ah ja, maar maakt het ook niet uit. Nee. Geef jij erom. Je kan er alles bij drinken. Vriendschap is meesterschap. Kaas vergeten. Is het raps of rasp? Ras. Ras. Ja, dat is nu een pakken. Iedereen die zit aan tafel. Krijgt net iedereen erop. Moet even iets meer naar voren. Zo, nou zit iedereen erop.
Jongens. Een beetje het idee of het een feestje is. Zo'n feestelijke taal. Feestje! Ah, gezellig. Lekker de geitenkaas. En gezellig aan tafel, hè, jongens? Ja, hè? Niet op de bank. Niet op de bank. We hebben alles opgeruimd. Ja. Dus er is weer plek. Kijk wie er achter het raam staat, daar. Oh, nou, net weg. Loenie. Wat die geitenkaas is lekker. Jongens. Eet smakelijk. Zo, het buikje is weer gevuld. De taco's die zijn allemaal opgegaan. Dankzij mij, want ik had al aardig honger. En kijk eens even, hier wordt weer een professionele setting opgebouwd om de kleding, om foto's te gaan maken voor de kleding voor de Familie Rutte webshop groep op Facebook. En ze gaan natuurlijk ook nog zo live. Je gaat ook nog zo live, hè? Ja, we gaan zo live. Dus als jullie dit hebben gezien, dan zijn we al live geweest. Ja. Dus we gaan er niet denken, oh, we moeten snel te live. Nee, dat was gisteren. En gaat nu vast even wat foto's maken. En we gaan nu foto's maken. Dan gaan we zo alles eventjes passen om aan te laten zien hoe het staat, zoals we altijd doen. Ja. En daarna gaan we live om te vertellen dat het online staat. En dat als mensen het dus vanavond nog bestellen, dus gisteravond, dan kunnen we het morgen nog voor ze meenemen vanuit de groothandel en nog eventjes opsturen. Ah, zo. Op die fiets. Op die fiets, op die fiets. Nee. Wat zei jij? Ik zeg, ik ben door mijn rug gegaan. Oké. Oh, het doet zo zeer aan de zijkant, het is echt niet normaal. Ik kan amper bewegen. Eén dag schoonmaken en gelijk last van je rug. Nou zeg. Doe jij zeg normaal, nee, je moeder? Nee, dat is toch zo? Nee. Het is geen grap. Ik ben gewoon door mijn rug gegaan, ik ben al eens eerder door mijn rug. Is dat niet met schoonmaken gebeurd dan? Oh, ik dacht dat het met schoonmaken gebeurd was. Nee. Oké. Okay. Jij zegt dat wel, je bent wel echt wel lief, jij, hè? Nee, ik heb daar helemaal geen foute intentie mee. Ik bedoel nee, er gewoon alleen. Ik bedoel er schoonmaken? Ja, ik bedoel er alleen. Ik bedoel er alleen met mee te zeggen, Wappo, dat je vandaag schoongemaakt hebt en dat je last van je rug hebt. Nou, dat heb ik wel vaker, Daniel. Oh, ja, nou, nu valt het op. Danny? Ik kan er niets aan doen. Jij nam hem toch mee? Jij hebt hem toch gekocht nu? Hij hoort niet meer bij mij. Ik wil niks meer met hem te maken hebben. Oeh, ik ben helemaal klaar mee. Lelijke gedoe van de kind. Maar kan je nu nog wel meedoen in een fotoshoot dan? Ja, natuurlijk, dat moet. Gaat dat nog lukken? Dat moet. Want je moet ook helemaal gaan omkleden, toch? Ja. Of hoef je alleen maar topjes aan te trekken? Nou, ik heb goede broeken aan. Dat is de broek met de steekzakken. Ja. Die wij allemaal hebben in alle kleuren. Dus die kan ik gewoon aandoen. Oké. En dan zal ik even laten zien. Kijk hoe leuke blouses we hebben. Stofzuiger. Ja, want die hebben ook al wat zomerspeuzes gekocht. Heel veel. Heb je last van? Ja, want de zomer die komt er alweer aan. Helemaal met de temperaturen die er nu zijn, de afgelopen week. Oh, kijk eens hoe leuk. Kijk eens hoe leuk. Daar word je gelijk vrolijk van. Echt hoor, als je dat weer ziet, dan krijg je weg. Even zo'n. Even zo'n Hawaïaans muziekje eronder. Leuk hoor. We zijn net live geweest en ik ben dus nu even aan het helpen met de foto's aan het maken voor de Familie Rutte webshop op Facebook. En we hebben hier natuurlijk, wat ik net al zei, een spotlight gebouwd. Dus dan heb ik hier de telefoon van mijn moeder met de selfie stick. En dan gaan ze zo naast elkaar staan en dan maak ik de foto. En zo heb ik dus net ook de hele live video gefilmd voor Facebook. Wat ben jij aan het doen? Ik hou de honden bezig. Dan zijn ze lastig. Foto's maken. Zie je dat? Kijk, zo doen we dat. Let op. Strak kan trillen. Gaan ze staan. Zo. Draai even de camera. Kijk, ze staan klaar voor de foto. Keep the selfie stick. Maak even de foto. Hup. Kijk erop. 1, 2, 3. Lachen. Ja, zo. Nou, zo doen we dat. Ja, gelukt? Ja, helemaal gelukt. Is die goed? Ik denk het wel. Klik er maar even op. Kijk jij eens. Is die goed? Ik zie het niet. Ik heb geen bril op. Ik zie nog geen positieve reactie. Ik moet wel altijd even goed kijken of het goed zit. Nog eentje? Nog eentje doen? Ja. Oké, nou, dit ging even niet goed, jongens. Jij aan die kant? De afgelopen foto's die gingen gelijk goed. Hé,
eventjes omkleden. Even weer wat anders aantrekken. Wat gaan jullie nu aantrekken? Een bloesje. Oh, zomersbloesje. Oh, lekker luchtig. Jij doet het blauwe? Ja. Voel jij ook een beetje luchtig? Naar die taco's. Ik zag roze, kun je ook doen. Ik vind hier een beetje suffig. Het ruikt wel luchtig hier. Naar die taco's. Hé Loen. Loenepoen. Wat ben je aan het doen? Loenepoen. En jij, moet ik voor jou ook een fotootje maken, Wappo? Ja? De fotoshoot zit erop. Yay. Dus ik mag ook eindelijk even wat anders gaan doen. Aan de vlog beginnen. Sterren van de dorst. Jij mag even aan de vlog beginnen. Sterren van de dorst wordt hier weer gezegd. Nee? Hè? Oh, lekker. Oh, ik ga even op de bank zitten. Bij de lieve Luna. Ja, bij de lieve Luna. Zo lekker schoon hier, hè? Opgeruimd alles. Loen, waar ga je nou heen? Waar ga je nou heen? Mijn vader is natuurlijk in de koek. Oh, daar hebben we Wappo. Kijk, okay, kijk, okay. Gaat hij uitdagen? Ja? Wat? 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 Hé, hey, wat? Hé, hey, wat dan? Hé, hey, wat dan? Oh. Hé, hey, dat is Loen ook weer. Hé, hey, Loen. Ben je daar ook weer, Loen? Ben je er ook weer Loen? Oh, die is echt in een speelbui. Die wil zo spelen. Wat? Wat? Een filmset kan afgebouwd worden. Je bent allemaal professioneel ook hier, hè? Ja! Ik had toch allemaal niet. Allemaal. Kan toch niet allemaal de Loen? Jongen, jongen. Hé, niet krabben, niet krabben, niet te krabben. Kijk eens even in de camera. Zeg eens even tegen alle mensen die aan het kijken zijn hallo. Hé, hey. Zeg eens even hallo. Zeg eens even hallo. Nee, niet jij. Luna. Ja. Ik denk best wel dat er mensen zijn dat die zeggen van nou, ik zou ook wel zo'n professionele set willen hebben. Een camera set. Nou, dat kan. Moet je even bellen en ik kom wel even langs. Ja. Hallo, kom even langs hè. Ja. Doen we gelijk stukken. Ja, dan op een wandje plaatsen. Ja. En dan, ja. Het is ondertussen half elf en het kantoor is nog steeds open. Die paarse blouse top bedoel je dan, hè? Met de korte mouwen? Ja. 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 Volgens mij hadden wij... vorige week hadden wij nog een discussie over... Ja, dit is iets anders. Over dat wij vaak wel eens nogal lang laat thuis kwamen van stukken. Dit is wat anders. En dat anders. Wij in het weekend deden stukken. Hé. Hey. En dat... afslaan. En nu is het half elf en hey. Zijn jullie gewoon bezig. Ik kan op afslaan. En hadden jullie allemaal commentaar op mij. Nee. Dus volgens mij is dit het... lekker bezig, hè? Het bewijs. Nee, je bent wel lekker bezig. Hè? Ja, je houdt echt veel van ons. Ik laat de volgers echt even zien hoe het zit. Zal ik even wat hoe de vork uitleggen? In de zal ik even steel. De vork in de steel uitleggen? We hebben net, we gaan natuurlijk naar Spanje. Hallo. We gaan naar Spanje. Ja, we gaan naar Spanje. We gaan naar Spanje. En we gaan morgenochtend nog naar de groothandel. Oké. We hebben net een modeshow gedaan, dus we willen iedereen nog de kans geven om dus nu alles te bestellen. Dat we dat morgenochtend mee kunnen nemen. Doen we het morgenmiddag nog op de bus. Dan hebben de mensen het voor het weekend. Oké. Nou. Hoe lief is dat? Ja, hoe leuk is dat? Dat is toch lief? Ja, helemaal goed. Je bent lastig. Nou, dus maar mensen, we hebben niet heel veel gevlogd de afgelopen dagen. En dat komt ook een beetje omdat we natuurlijk druk aan het voorbereiden zijn om naar Spanje toe te gaan. En nou ja, de dingen die we dan doen overdag is niet meestal interessant. Zoals vandaag poetsen, boenen, dingen voorbereiden. Dus vaak hebben we 's avonds nog even de tijd om wat dingen te vloggen. En nou, voor jullie een leuke vlog weer te maken. En nog meer. Bij. En een lekkere kopje thee is hier gezet. Met melk en suiker. Oh, lekker. Lekker, lekker, lekker. Drinken jullie trouwens ook thee met melk? Of drinken jullie thee zonder melk? Laat het even weten in de reacties. Neem even een slokje.
Wat heeft de muis? Hallo. Alweer? Nee, pak hem. Pak hem, Wap. Wat zie jij? Pak de muis. Hij gaat ook helemaal zo. Er zit wel een kiertje er. Ja, maar hij hoort ze lopen, hè? Pak hem, Wap. Hij hoort ze lopen, joh. Mousehunter. Mousehunter. Heb je gevonden? Hey, pak hem, hè? Geen muis dus. Maar ja, wat ik dus wou zeggen. We zijn dus druk aan het voorbereiden om weer naar Poloppos toe te gaan. En zijn overdag dus heel erg druk met dingen die eigenlijk niet heel interessant zijn om te vloggen. Maar dat komt allemaal weer goed in Poloppos. Want in Poloppos komen er weer een heleboel leuke dingen aan, positieve dingen. En ja, kunnen jullie weer een mooie vlogs maken in de natuur. In de omgeving. Die hebben we ook nog gehad van... Van de bestelling wegbrengen. Van de bestelling wegbrengen. Wat heb jij? Je bent goud waard. Nou, die moet jij toch proberen. Dat zijn lekker koekjes. Dus lieve mensen, ik ga wel deze vlog afsluiten. Want ik moet de vlog ook nog maken. Het is onderhand al bijna 11 uur weer. Dus dat betekent dat jullie even een duimpje omhoog moeten doen en niet omlaag. En even natuurlijk abonneren en een leuke reactie schrijven. Ja, een hele hoop dingen vraag ik van jullie. Dus maar je moet gewoon zelf kijken wat je ermee doet natuurlijk. En dan wil ik jullie een hele fijne dag wensen. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Toch jongens? Jurg, je stelt hier wel iemand erg op de proef nu. Zeggen we samen toedels of zeggen we geen toedels? Ja? Toedels! Toedels! Toedels!